100 jaar leven in een maatschappij die steeds sneller verandert. Wat is dan belangrijk om te leren? En op wat voor manier kunnen we dat leren? En heel vaak hebben we nu nog een soort ideaal profiel. Een profiel van de ideale manager, het profiel van de ideale leerling. Dingen die we vragen op een eindexamen of op een toets. Maar als je ziet wat bijvoorbeeld een bedrijf vraagt van mensen, zijn dat kwaliteiten die heel uniek menselijk zijn. Die niet te automatiseren zijn, die niet te robotiseren zijn. Dan hebben we het over creativiteit, ondernemerschap, leiderschap, vermogen tot samenwerken, verbeeldingskracht, noem maar op. Dat staat in heel erg veel vacature teksten. En dat leer je niet op school? Nou ja, het is in ieder geval niet iets wat... er zijn natuurlijk heel veel scholen die daar heel veel aandacht voor hebben. Maar het is niet iets wat echt gevraagd wordt. Wat we nu in diploma's hebben ingebakken. En daardoor wordt het wel vaak in onze huidige systemen... komt het op de achtergrond. En het wil niet zeggen dat al het andere niet belangrijk is. Alleen we moeten veel meer naar een balans gaan tussen harde eisen die we nu stellen. En toch vooral de ontwikkeling tot mens. Tot nu toe wordt door werkgevers een soort ideaal profiel nagestreefd. Hè? Heb je dat zelf ook meegemaakt? Als je aan dat ideale profiel voldoet, dan mag je door, zeg maar. Ja. Mag je hoger komen, mag je hoger groeien in de organisatie. Alleen, dat profiel is bijna nooit precies hetzelfde als de mens. En ik heb zelf ervaren dat ik bijvoorbeeld te veel had van passie en energie en visie. En dat moest ik minderen. Dus ik moest echt temperen. En wat ik miste was bijvoorbeeld het vermogen tot aanbrengen van heel veel structuur. En controle, mijn managementvaardigheden. En dat moest ik continu bijbouwen. Dus dat werden mijn ontwikkelpunten. Met als gevolg dat ik merkte dat ik continu bezig was om iemand anders te proberen te zijn dan wie ik in de basis ben. En dat terwijl eigenlijk we weten al uit allerlei... Er is heel veel onderzoek gedaan. Als je mensen vol inzet voor wie ze zijn, in hun kracht zet... en daar iemand naast zet die aanvullende kwaliteit als kracht heeft... Nou, dan ga je vliegen. Dat weten we al heel lang. Alleen we zijn zo gewend aan systemen die mensen in een soort hokje stoppen, een box stoppen... dat we nog best wel moeite hebben om daar uit te komen. En dat is wat eigenlijk de transitie die we op dit moment met z'n allen aan het maken zijn. Dat is vooral een transitie die heel erg in mensen zit. En we zijn gewend om te voldoen aan een ideaalbeeld. Om een goed antwoord te geven. Om een bepaald normaal traject te volgen. Maar als je eigenlijk kijkt naar wat de wereld van vandaag en morgen vraagt. Alle uitdagingen waar we voor staan. Dan hebben we vooral kwaliteiten nodig die eigenlijk al diep van binnen in mensen zitten.